Eltnerhuis en Joy Beunen. De een heeft meerdere Olympische titels op zak. Een wereldrecord op zijn naam en won afgelopen weekend nog het NK Sprint. De ander is eigenaar van 5 wereldrecords bij de junioren. En lost op het afgelopen WK in Calgary eindelijk haar belofte in met 2x goud. Joy Beunen. Eltnerhuis. Go to the start. Ready. Geweldige opening voor Eltnerhuis. Goede rondetijden voor Joy Beunen. Zij kan zo onbevangen Rinko. De Olympisch kampioen Eltnerhuis op deze 1500 meter. Jongetje naar buiten, de concentratie. Het is een goed geoliede machine, dit Nederlandse trio. Geweldig aangesneden. Alsof er één schaatser rijdt. Nuis naar 1.06.18. Bam! Binnen! Een wereldrecord voor Eltnerhuis. Joy Beunen met een super stunt op deze 5 kilometer. Joy Beunen met de snelste tijd. Ongelooflijk. De grote schaatsshowman maakt er een spektakel van. Nuis is de kampioen. Wat een sensationele wereldtitel. Kamikaze koningin. Ja, ja. Ik vind het wel grappig als ik naar jou kijk. Dan, ik zie hem ziek genieten en gretig naar het scherm kijken. En jij kijkt een beetje gereserveerder. Wat is het? Nee, niks. Nee, ik vind het wel leuk om terug te zien. Hoor. Ja, vind je het wel leuk om terug te zien? Ja. De bescheidene. Ja, gewoon bescheidene. Nou, die gretigheid van jou heb je ook wel verdorie weer op het ijs laten zien het afgelopen weekend, toch? Of niet? Jawel, maar wat je net ook vertelde, dat is ook echt zo. Ik zei nog bij de... Zij won eerder dit jaar, eind vorig jaar, de Nederlandse titel op de 1500 meter. Toen zag ik haar winnen. Ik ging helemaal uit mijn dak. En ik zie haar echt zo... Ja. Kom op, spring, doe even gek. Je hebt gewonnen, weet je wel. Ja. En dat is, ja, nou ja, iedereen is anders. Maar ik vind dat juist wel heel mooi. Ja, maar ik zag jou ook dit weekend op tv. En je was eigenlijk zo zelfverzekerd. Hoe voel je dat je goed bent? Ja, dat is een heel lekker gevoel. Je kan er niet naar op zoek. Dat is heel vaak als topsporter zoek je. Nou ja, ik hoop dat dan die topvorm komt. Maar dat is niet iets. Ja, het is een beetje ongrijpbaar. Je kan het niet vastpakken. En je probeert dan door heel hard te trainen van de zomer. Daarna even gas terug te nemen. Dat je supercompensatie noemen ze dat. Dus meer uitrusten van de arbeid die je gehad hebt. Dat je dan een soort piekje hebt. De ene keer lukt dat, de andere keer niet. En nu. Ja, ik was vooral heel, heel rustig. Wij kwamen net 4 dagen terug uit een 5-weekse trip Noord-Amerika. Ja. Waar we echt naartoe, dat is nummer 1 op de agenda, stond gewoon het WK afstanden in Calgary. Daar moest het gebeuren. Nou, daar is het voor haar zeker gebeurd. Ik heb zilver en brons gehaald. Maar dan kom je thuis en dan ben je hebt last van een jetlag, je slaapt slecht. En 4 dagen later moet je alweer aan de bak. Dus 2 dagen later moet je alweer het hotel in en weer gewoon aan je pastaatje met tomatensaus. Om gewoon maar weer, je gaat die wedstrijd in. En ik had 0 verwachtingen. Ik ben een 1500 meter specialist. Ja. En nu moet ik een 500 en een 1000 rijden. Ik had het hele jaar nog geen 500 meter gereden. Dus ik ging er zo blanco in. Ja, maar dat ging heel goed. Ja. En toen 1 dag voor de wedstrijd deden we... Wij doen altijd 1 rondje is 400 meter. En die klokken we dan. Zeg maar, je gaat volle bak. Hier heb je zo'n kappie op, brilletje op. Je gaat gewoon volle bak. En toen reed ik een tijd wat ik in mijn hele leven nog nooit gereden had in T-off. Dacht ik, nou, wat is dit nou weer? Ja. Ik ben helemaal niet uitgerust. We zien het wel, maar dit is echt snel. En dat kan je niet verklaren? Nee, ik kan het niet verklaren. Maar is het dat je de tijd zag? Of wist nee, je al, ik dit, hoorde, is, nou, dit nee, is het nee, je gaat voetbal en je trainer zegt, kijk. Ik zeg, nee. Dat heb ik nog nooit gehaald. En toen zei ik, ja, misschien is het wel mogelijk. Dus ga je erin met wel een soort verwachting. Maar als je dan op de eerste afstand reken persoonlijk record voor in T-off. Toen dacht ik, ik ben gewoon sneller dan ooit. Dus ik kan hier gewoon voor de titel gaan. Terwijl je relatief oud bent, toch? Niet? Want als die mensen die jonger zijn, nemen al afscheid. Ja, ik rijd... Nee, voor de sport. Nee, nu doet Erben Wennemars het commentaar op de NOS. En ik heb ook tegen Erben gereden. Nu rijd ik tegen zijn zoontje. Ja, ja. Ja. Nee. Dat is zo bijzonder. Je rijdt tegen 21-jarige mensen. En dan ben je nog zoveel sneller. 34. Ja. Oh, Joy, Calgary, toch even. 2 weken geleden. Eerst al goud met de ploegenachtervolging. Brons toen op de 1500 meter. En daarna de gouden medaille op de 5 kilometer. En als je dan kijkt naar Irene Schouten, die zat je echt aan te moedigen. Of was het misschien toch wat anders? Moet je even kijken hier. Ik vind het ontzettend grappig om te zien. En hier ga jij. Hier, kijk eens wat ze hier zegt. Wie kan de lip lezen? Moet je opletten. Fucking hell. Ja. Ze is niet blij. Nee.
Die was niet blij. Nee, die was niet blij, nee. Ik snap het. Zij was ook bezig met iets unieks, zeg maar. En ze won alles wat ze op dat moment aan het rijden was. En ja, de laatste afstand voor haar was 5 kilometer. En, was het ook een verrassing voor jou dat jij haar pakken zou kunnen nemen? Ja, want zij was natuurlijk voor mij. En ik zag haar tijd. En ik dacht, ja, daar ga ik sowieso niet aankomen. Ik heb best... Ja, ik heb weinig ervaring op een 5 kilometer. Dus ik had natuurlijk wel een plan. Alleen, ja, daar ging ik wel nog onder. Maar dus eigenlijk bij jou hetzelfde als bij Kjeld, dat je dan toch verbaasd bent over je eigen vorm of zo. Dat het opeens zo verschrikkelijk goed gaat. Ja. Nee, ik wist natuurlijk ook wel dat ik goed was. Ik rijd natuurlijk ook mijn rondjes en ik weet dat het snel gaat. Maar ja, 12,5 rondjes is best wel lang. Dus dat moet je ook maar kunnen volhouden. Ja. Ik geloof dat zij jou een beetje als de opvolger ziet, hè? Ja, nou ja, ze heeft wel tegen mij gezegd, jij bent de laatste die mij heeft verslagen. Dus ja, dat vind ik wel een eer dat ze dat natuurlijk tegen mij zegt. Voelt dat al een beetje als iets zwaars wat er op de schouders dan meteen? Nee, helemaal niet. Ik ben daar juist heel trots op. Nee. Ik vind het misschien leuk om even te gaan naar jou in 2018. Want je hebt ongelooflijk veel junioren medailles neergezet en tijden neergezet die ook nog steeds niet verbeterd zijn. En het grappige is, zien we WK Junioren Salt Lake 2018. Ben je 18 jaar en er zit één grote uitdager en dat is Jutta Leerdam. Ja. Je geeft elkaar motivatie om harder te trainen, omdat we toch wel allebei de beste willen zijn. Dus. Hoe geldt dat voor jou? Ja, ik denk dat we elkaar wel een beetje naar een hoger niveau tillen. Omdat we natuurlijk elke keer, of Joy of ik, dus dat is wel mooi. Die concurrentiestrijd vind ik zelf. Maar ja, wat is zeker spannend, denk ik. Dus, ik denk dat het geen WK is, maar dat het een Utah tegen Joy toernooi wordt. En wie gaat er winnen? Ik. Ja, ik, zeggen ze allebei. Overigens heb jij toen zo'n beetje alles gewonnen. En, ja. En zij had zo'n beetje alles zilver. Later heeft zij wel zich aardig gerevancheerd. Maar goed, nu ben jij weer aan de beurt. Ja, het duurde bij mij even iets langer. En, ja. Is er ook tussen jullie een soort van animositeit dan? Dat je denkt van, nou... Of nu? Nou, zij heeft zich meer gefocust op sprint en ik ben meer middenlang en allround. Dus we zijn allebei naar eigen kant op gegaan. Nou. Kjeld, zullen we nog even naar 2010 gaan, Tiaf? 14 jaar geleden. Klein jongen, oh ja hoor. Weet je wel, zo'n jongetje van 20. De Jordan Stolz van toen. Zo'n beetje. Even wereldbekerfinale, bronzen medaille. En voor het eerst dat je dan meedoet met de wereldtop. Maar dan zie je de een na de ander zie je kapot gaan op jouw tijd. En dan dacht ik echt, yes, ik kom steeds dichter bij hem in de buurt. En dan, ja, dat is fantastisch, echt waar. Uiteindelijk zie je Morrison eroverheen komen, dat is eronder doorkomen, dat is iemand die je daar verwacht. Davis verwacht je daar. En dan pak jij gewoon de derde plek als beste Nederlander. Ja, beste Nederlander, ja, de rest is natuurlijk moe nog van de Spelen. En, nee, gekkigheid, maar ja, die moet zich hier natuurlijk ook nog maar een keer bewijzen. En ja, het is nu niet gelukt. En, ja, het wordt wel heel mooi om hier als beste Nederlander over het streep te komen, ja. Is er nou veel veranderd in die 14 jaar? Nee, helemaal niks. Ik hoorde ook nog steeds, ja. Wat minder hard op mijn hoofd, wat meer op mijn kin. Maar wel het enthousiasme en de gretigheid heb jij eigenlijk gewoon Het is gewoon de liefde voor de sport. Ik vind het gewoon nog steeds... Ik vind het nog steeds net zo mooi. En ik beleef die wedstrijden ook nog steeds net zo intens. Thomas Krol, een hele goede oud teamgenoot van mij, die is gestopt. Heeft zijn carrière punt achtergezet. En toen kreeg ik na dat NK kreeg ik een bericht van hem. Hij had een prachtig afscheid gehad. Hij gaat vliegen bij de KLM. Oh, echt? Ja. En hij appte mij van, gast, wat doe jij allemaal? Zeg maar. Ik zat te kijken en hoe kun je elke wedstrijd zo ervoor vechten alsof het je eerste is. Maar ja, dat gaat vanzelf en dat is gewoon echt de liefde die ik voor de sport heb. Maar is dat ook niet omdat jullie samen zijn? Ik bedoel, zij is natuurlijk ook een stuk jonger. Ja. Helpt dat jou ook om weer die topsportmentaliteit? Nou, wat ik wel zag, zij is gewoon, weet je, het is heel cliché om te zeggen, je moet leren winnen. Daar heb je echt helemaal niks aan. Dat is zo'n, dat is net zoiets ongrijpbaars als topvorm, alleen... haar titel op de 5 kilometer komt ook wel weg, of vandaan. Dat ze de 3 kilometer niet reed 2 dagen eerder. En dat is eigenlijk haar beste afstand. Ja. En die mocht ze niet rijden omdat ze bij de NK daar net iets minder was. En toen denk ik dat je zo pist was dat je dacht van, dan doe ik het maar op de 5. Ja, ik wist natuurlijk die dag, ik keek natuurlijk wel de 3 kilometer, ik ben daar ook. En ja, ik zit daar wel een beetje met haat naar te kijken. Omdat ik wel dacht, ja, hier had ik willen vlammen. En ook omdat ik wist dat ik goed was. Alleen. 2 weken geleden daarvoor won ze in Salt Lake City daar goud op die wereldbeker. En denk je, ik ben hier beste van de wereld. Maar over 2 weken rij ik niet eens. Nee. Dat is wel frustrerend. Maar toch even terug naar de vraag van Olsen. Is het zo dat je elkaar ook stimuleert? Omdat je allebei een beetje weet wat je kan. En dat zij staat meer begin van de carrière. Ja, misschien iets meer einde. Dat misschien jullie ook wel weer op hetzelfde niveau brengt of zo. Nou, ik zeg, jij maar. Ja, weet niet zo goed. Nee, ik vind het sowieso is het lastig als je allebei
Maar als je nou verliest, hè, en je komt naar huis, dat is de dus ander wel... heeft gewonnen, hoe werkt dat dan? En wij bij een Tiel bijvoorbeeld heb je een 400 meter baan, maar aan de zijkant hebben wij een warming-up area. En daar kan je, dat is een atletiek baantje natuurlijk, maar er is ook glas, dus dan kan je kijken naar de ander. En dan moet ik bijvoorbeeld om 4 uur en zij om 3 uur. Dus tijdens mijn warming-up zie ik haar, dus ik zie dat moment van ready en dan kijk ik naar, dan ben ik nog zenuwachtiger dan voor mijn eigen wedstrijd. En je hebt gewoon geen grip op. Nee. Dan is het veel leuker om haar te zien schitteren dan dat ze achtste wordt. En denk van, heb je zo'n onderbuikgevoel en dan moet je zelf nog. Dus ik denk in die zin, dat als het allebei lekker gaat... Mm-hmm. denk ik, om op je vraag antwoord te geven, is dan zit je wel in een lekkere flow. Dus dan kom je thuis. Ja. Je hebt steeds geen antwoord gegeven op mijn vraag. Ja, dan vier je het even goed. Ja. Ik weet wat jij ook doet. Maar... Jongens, we gaan het ietsje scherper maken. Ja. Ik las namelijk een verhaal dat jij aan het praten was met wat vrienden... onder wie Rico Verhoeven. En dat zij jou een beetje zaten uit te lachen. Omdat ze dachten, man, geef toch eens wat meer aandacht aan die vrouw. Hoe kom je hier aan dit verhaal? Ja of ja? Ja, dat is wel waar, ja. Ja, precies. En wat dan zit je met zo'n mooie vrouw op de bank. En wat zit jij dan te doen? Ik zit te gamen. Hoe kom je aan dit? Maar waarom zit jij nou te gamen terwijl zij bij jou op de bank zit? Zij zit ernaast. Ik heb een apart scherm. En dan ik heb er een. Dat samen zijn. Dus. Ja. Dat weet ik. En heb je dan het idee van, ik moet dat toch eens even wat anders gaan doen? Is nu anders. Maar heb je een gamingverslaving dan? Of? Nee, dat is veel minder geworden, toch? Oh, het is dit ook, geworden. Toch? Oh, okay. Maar je hebt er wel een gesprek over gevoerd, of niet? Ja. Nou, dan kijk, dat is die kale plek hier. Nee, dat is Rico. Ja. Nou ja, maar je moet het ook een beetje de leuke dingen samen doen, toch? Of niet? Denk je dat ik dat niet doe, ga jij nu zeggen? Nee, dat is absoluut waar. Maar dit gesprek is wel een heel grappig verhaal trouwens. Volgens mij zit jij in hetzelfde restaurant. Ja. Hey, heb je meegeluisterd? Jij vertelt. Ja, ik hoorde vertellen. Nee, maar het is wel echt zo. Kijk, topsport gaat natuurlijk giga veel tijd in zitten. En je bent het eigenlijk niet alleen op de baan, ook daarnaast. En je denkt er altijd, net zoals dat 10 februari in Calgary gaat het gebeuren. Daar werk ik naartoe. Ja. Dus bij allerlei dingetjes, etentjes, laat je een biertje staan, doe je dit niet of je gaat vroeg naar bed. Daarnaast heb ik een zoontje waar ik elk weekend als ik thuis ben mijn handen aan vol heb. En dat is superleuk, alleen er is weinig tijd voor elkaar. Ja. Tuurlijk ga je samen een rondje fietsen en doe je een koffietje onderweg, maar dat is niet dat je met z'n tweeën alle tijd hebt. Dus toen zei ik dat van, wij zaten te gamen en, of te eten. Ik zei, je bent best wel vaak online, hè? Ja. En waar is Joy dan? Op de bank. Gast. Ga er even een keer. Ga je nooit uit eten? Ik zei, ja, ga wel eens eten. Was het de laatste keer dat je geweest bent? Toen zei ik zo, 2 maanden. Neem er morgen uit. En toen ging dat zo. Ik moet wel meer de best voor haar doen. Ja. Dit is ook dit is een andere kant van jullie beiden. Want jullie zijn natuurlijk ook best wel showkoppel, toch? Of niet? Hij wel, ja. Word jij meegesleurd door hem, zeg je dat? Nee, niet per se meegesleurd. Is hij de Jake Paul in jullie relatie? Nee, absoluut niet. Ja, echt wel. Nee. Ja, hij is wel gewoon meer de showman. En hij is meer de showman. Ik huppelde misschien wel een beetje achteraan. Ja. Nou goed, deze foto hebben we uit de slaapkamer van Gordon. Je wordt er geloven. Deze. Ja. Oké. Er komt nog genoeg aan, hè? Ja, wij gaan nog 1 keer vlammen in Insel samen. Dat is wel heel vet. Daar had zij zich natuurlijk al voor geplaatst en ik afgelopen weekend ook. Dus we gaan nog 1 keer... Samen vlammen? Ja. Gretig. Die gretige, ik vind hem aanstekelijk, die gretige. Dank je wel. Maar je zegt nog 1 keer... Dit seizoen. Oh, nog 1. We zijn nog... Jij dacht, we hebben nieuws. Ik was gewoon benieuwd. Wat zeg ik nou? Maar ik ben gewoon benieuwd. Ik bedoel, zo'n Irene Schouten dan besluit om een einde te maken aan haar carrière. Gaat ze dan die laatste wedstrijd in met ik ga dit doen? Of is het iets omdat jij haar verbetert dat ze denkt, nu stop ik ermee? Nee, ze had het al in haar hoofd om te stoppen. Ja? En haar plan was natuurlijk om het WK te rijden en daarna... had ze al in haar hoofd om te stoppen. Dus. Maar hoe lang kan je nog door als je... Alle vragen die je nu stelt, gaan van je eigen tijd af. Oh, dan gaan we lekker met hun door. Dank jullie wel. Dat is ook wel een